Oké, om een registratie aan te maken, is het wellicht handig om eerst een registratiebank in zijn geheel leeg te maken. Ik weet dat je er al eentje hebt, maar mocht je die per ongeluk toch verwijderen, dan is hier een kleine tutorial hoe je dat weer kan leegmaken. Je ziet bij mij staan in de registratiebank Game of Thrones. Om deze registratiebank, waar ik ondertussen 7 settings voor gemaakt heb, voor dit nummer, om die in zijn geheel leeg te maken, dus dat alle lampjes uitgaan, drukken we op Direct Access, gevolgd door Registratiebank Plus. Ik kom dan in het volgende menu, Registratie Edit. Je ziet onderop staan Delete. Dan druk je op het onderste knopje. Dan vraagt hij wat je wil deleten. Allemaal of een aantal. Je kan er nu ook een paar selecteren. Als ik nu bijvoorbeeld 1, 3 en 5 selecteer en ik druk daarna op OK. Hij vraagt dan of ik zeker weet dat ik dat allemaal wil. Dan druk ik op Yes All. Dan zal je zien dat 1, 3 en 5 uit zijn. Die zijn nu leeg. Nou, dit ga ik natuurlijk niet opslaan. Want anders dan ben ik mijn registratie kwijt. Dus dat is de manier om een registratiebank deels of in zijn geheel te legen. Ook handig als je bijvoorbeeld een keer een song hebt en je hebt zoiets van dit ene geluidje wil ik er eigenlijk niet in hebben. Kan je dus die registratiebank op die manier leegmaken. Oké, om nu een registratiebank te maken en op te slaan, gaan we dus naar de lege. Ja, die heb jij als het goed is wel staan. Ik zoek die van mij eventjes op. Even kijken waar die is. Leeg. Oh, dat is de verkeerde. Even kijken hoor. Leeg, leeg, leeg. Leeg, hier is leeg. Nu zijn alle lampjes zijn bij mij uit. Ik ga nu de registratiebanken vullen met wat klanken. Ik druk op bijvoorbeeld op een elektrische piano. Ik pak een suitcase phaser. Ik druk op memory en op 1. Die staat er nu in en is tevens geselecteerd. Als het lampje oranje brandt, is die geselecteerd. Brandt het lampje blauw, dan staat er wel een klank onder. Ik wil nog een strings selecteren. Ik pak eventjes een pizzicato. Die zet ik onder memory 2. En dan zul je dus zien dat 1 blauw wordt en 2 oranje. Onder 2 staat dus de pizzicato. En onder 1 staat dus de suitcase phaser. En wat geselecteerd is waarmee je kan spelen, wordt oranje. Om deze registratie nu op te slaan, ga ik hier uit dit menu. Ik druk op exit. Dan zie je staan registratiebank leeg. Je drukt op J, het onderste knopje. Dan heb je hier onderin heb ik 2 menu's. Menu 1 en menu 2. Als ik op menu 1 druk, dan kan ik wat informatie en wat editen. En onder menu 2 zie ik save. Als ik nu op save druk, dan vraagt hij of ik hem op wil slaan onder de naam leeg. Dat wil ik niet. Dus ik druk dan simpelweg op delete. Dat is dit knopje. Die communiceert met het delete. Dan zal je zien dat het naampje weggaat. En dan kan je er een naam aangeven die je wil. Bijvoorbeeld, nou, ik noem maar even wat. Ik noem hem even dag. Ik weet even niks anders. Daarna bevestig ik dat met oké. Hij is bezig. En hij staat erin. That's it. Als ik dit nou wil kopiëren naar een USB-stick, om bijvoorbeeld een backup te maken, dan kan je dus voordat je hem selecteert om op te slaan. Dus ik maak eventjes een nieuwe registratiebank aan. Ik druk dus weer op dit knopje. Ik ga weer naar save. Nee, dat doe ik niet goed. Sorry, ik druk even op cancel. Ik selecteer eerst waar ik hem wil hebben, dus in mijn user of op mijn USB. Dan pas druk ik op save en dan geef ik hem een naam en dan sla ik hem op met oké. Zo simpel is het eigenlijk.
Mocht je nog vragen hebben aan de hand van dit filmpje, dan mag je altijd een berichtje sturen of in dit geval dan nu ook een WhatsApp. Dat kan ook. Ik zeg succes ermee.